De derde speelronde in de derde divisie. Dovo ontvangt op het eigen sportpark Panhuis Roda Raalte. De ploegen speelden nog niet vaak tegen elkaar, maar kennen wel een historie. Het was 1979 dat de teams tegen elkaar speelden in het algeheel amateurkampioenschap. Uit in Raalte verloor Dovo met 3-1, maar de wedstrijd werd overschaduwd door het overlijden van een Dovo-supporter door een hartstilstand. Thuis hing dat nog als een grauwe deken boven de wedstrijd, werd met 1-2 verloren, maar werd de gelijkmaker gemaakt door Benno Wormgoor. Zou zijn zoon Vito vandaag het net weten te vinden? Dat is de grote vraag op deze zaterdagmiddag. Roda Raalte heeft nog geen punten gepakt dit seizoen en snakt dus naar de eerste overwinning of op zijn minst een gelijkspel om van die hatelijke nul af te komen. Deze 11 spelers zouden dat moeten gaan doen voor het team van trainer Jos van der Veen. Dovo wist de eerste twee wedstrijden te winnen en staat dus gedeeld eerste met 6-2. De wedstrijd een halve minuut oud. Nadir Atjebar, gestart in de basis, zit mis. Waardoor Kasper van der Veen kan oppakken. Komt de bal op de penaltystip en daar het schot van Kevin Peppels in de handen van keeper Nick van der Dam van Dovo. Maar meteen een grote kans binnen een minuut voor Roda Raalte. Dan pakt Dovo langzaam de wedstrijd op. Guido van Dijk hier stuit op keeper Frans van Oldeniel. Die zijn ploeg behoedt voor een achterstand. En het gevaar voor Roda geweken. Lars Hubert. Matthijs van Ispen. Van Ispen op avontuur. Zo kennen we hem. Mooie steekbal, Nick Hak. En Hak onder de keeper door. Zet Dovo na 10 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong. Waar het aan het begin nog even lastig was voor Dovo, nam het de wedstrijd over. De prachtige bewegingen van Matthijs van Ispen. En prima afgemaakt door de spits van Dovo, de nummer 11, Nick Hak. Die meestal maar weinig ruimte nodig heeft. Dovo op een 1-0 voorsprong. Roda er achteraan dan. De steekbal, het schot. En de bal naast. Vizier niet scherp. Gemiste kans van Kevin Peppels. Zijn tweede kans al deze middag. Van Ispen kan opnieuw oppakken. Naar links. Lars Hubert weer aan de bal. Atjebar komt meegelopen. Nadir Atjebar blijft kijken. En schiet de bal langs de keeper. En zo staat het na een kwartier voetballen maar liefst 2-0 in het voordeel van Dovo. Zou het dan zo'n middag worden? Prima paas van Hubert. Prima meegelopen van Nadir Atjebar. En mooi afgemaakt in de 16e minuut. Staat Dovo op een 2-0 voorsprong. En opnieuw Matthijs van Ispen en Hubert. Een gouden duo lijkt dat te worden met z'n tweetjes. De bal nu naar de rechterkant. Bendadi aan de bal, Hubert terugleggen, schieten. En een mooie zweefduik van Oldeniel, de keeper van Roda. Dan is er een rode kaart voor Nadir Atjebar. Moet Roda er achteraan? Dovo met 10 man en besluit de trainer van Roda om maar liefst 3 man te laten warmlopen om te kijken of er wat te forceren valt in deze wedstrijd. Het speelbeeld kantelt, Dovo verdedigend en Roda Raalte is aan het aanvallen. Drie wissels in de rust. In het team van Roda komen Martijn van der Werken en Ebi Willemsen. Bij Dovo komt Sil Buikema in het team. Eerder in de eerste helft viel Lars Reberg al in voor Mohamed Bendadi. Dat om Dovo meer verdedigende stellingen te geven. En dat is ook het beeld wat we zien in de tweede helft. Dovo dat zich terugtrekt en Roda dat probeert aan te vallen. Maar verder dan dit schot is het in de eerste 5 minuten na rust nog niet gekomen. De aanvallen van Roda leiden tot kansjes en corners. Maar echt gevaarlijk is het nog niet geweest. Of het moet nu gebeuren uit deze corner. De bal op de rand van de 16. Het schot. Maar een makkelijke prooi voor keeper Nick van der Dam van Dovo. Die daarbij ook zijn tijd pakt. Dovo speelt het slim. Waar het kan valt het uit. En staat ook heel snel weer klein gegroepeerd.
om de aanvalsgolven van Roda op te vangen. Af en toe komt het eruit, hier met een steekpaas. Guido van Dijk en het schot. Dat zal toch niet waar zijn? Het is ook niet waar, de bal voorlangs. Jammer voor Guido van Dijk, maar wat maakt het uit in deze fase? Het staat nog steeds 2-0 en er is nog maar 20 minuten te voetballen. Als opnieuw Roda het gaat proberen. Weer op de rand van de 16. Combineren dan maar. Nu maar een keer schieten. De bal gesmoord. Nog een keer het schot. En de bal via een speler van Dovo over de achterlijn. En dus een corner die niks oplevert. Een goed kwartier nog. Speelbeeld de hele tweede helft als dit. Bijna alle spelers op de helft van Dovo. De bal ingebracht. Gekopt. En opnieuw Nick van der Dam met relatief weinig moeite. En veel tijd. Kans van invaller Ebi Willemsen. Roda probeert zonder echt gevaarlijk te worden. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Mooie bewegingen. Dat ziet er goed uit. De bal bij de tweede paal. En nog gepakt door Van den Dam. De energie bij de spelers van Dovo loopt er langzaam uit. Ze werken als paarden. Om die voorsprong maar vast te houden. Scheidsrechter Spoon laat lang doorspelen. Bijna 8 minuten blessuretijd uiteindelijk. En in die blessuretijd zien we dat Nick van der Dam ook nog eventjes aan het werk gezet wordt. Met een mooie zweefduik, de bal weg. De spelers van Dovo vieren alvast de overwinning. De wisselspelers. Want twee doelpunten zullen er nu toch niet meer gemaakt worden. En zelfs die ene blijft achterwege. Want scheidsrechter Spoon vindt het na deze trap genoeg. Dovo wint. Na hard gestreden te hebben om de voorsprong vast te houden met 2-0 van Roda Raalte. En scoort dus 9 punten uit 3 wedstrijden. Daardoor staat de ploeg ook gedeeld eerste met DVS 33 en Urk. En zo zien we de rest van de competitie allemaal 3 wedstrijden gespeeld. Hoewel, zondag wordt er nog een wedstrijd gespeeld. De wedstrijd HSC 21 tegen de amateurs van Ajax. Roda Raalte zien we onderaan staan met nog steeds 0 punten. Dinsdag ontvangt Dovo Scheveningen voor de KNVB-beker. En aanstaande zaterdag gaat de competitie verder. Dan voor Dovo de uitwedstrijd tegen HBC Heemstede.